Dag vrienden van Siroop. We zijn in Gent vandaag, deze avond al, want ik heb weer heel de dag in bed gelegen. Ja, mijn lichaam doet nog altijd raar. Gisteren was trouwens echt een topdag. Dat is juist op weg naar hier, met mijn auto, kreeg ik telefoon. En ik nam op, ik zeg hallo met Tom. En het was de eigenares van Area 53. Dus de plek waar ik eigenlijk gisteren was. En die waren super blij met de video. Die hadden mij dus niet gevraagd om een video te maken. Voor mij was dat gewoon heel goede content, want het was gewoon zalig. Het was echt leuk. En die hebben mij gebeld om mij te bedanken en dat ze heel blij zijn met de video. Dat is super lief dat die dat zo persoonlijk laten weten en al. Dus ja, dat motiveert mij. Vind ik leuk. Blij mensen blij te hebben gemaakt. Ik sta een beetje buiten het centrum geparkeerd, want deze auto mag nergens binnen. Ik heb mijn monowheel dinges mee en daarmee ga ik nu naar Maarten. Want het is Maarten zijn verjaardag, dus iedereen in de comments wens Maarten een gelukkige verjaardag. Ik ga switchen van outfit, want heel mijn rug is in zweet. Dat voelt goed. Let's ride. Juni wordt echt een maand waarin ik zoveel vrienden ga zien. Ik ben echt normaal zo niet, hè? Hallo poes. Is er Rosse aan? Bonjour Wally. Hallo. En ze heeft een liefje. Dat is haar liefje. Straks gaan we hierheen. Heb je geen gsm-broek mee? Nee, vergeten. Ik ga eens voelen. Oh, zo warm. Het is lekker vol met pipi. Oké, Maarten gaat eens tonen hoe dat moet. Hij heeft nu zo'n surfskateboard waarvoor dat je zelf vooruit kunt duwen als je beweegt met de heupen. Schudden met de heupen, Maarten. Maar zie je gaan? Wauw, chapeau. Dus er zit een extra as op. Zo draaien ook. En zo. Ik ga dat eens testen. Wow. En echt met je heup gaan. Zo'n raar gevoel. Zo'n raar gevoel. Wow. Ik ben skateboard gewoon, maar dit is echt iets totaal anders. Waarom boek ik iets doen met mijn voet? Oké, ik ben het te snap. Oké, amai, maar het rent hier ook wel wat spiertjes mee. Goeie, hè? Alright, nog eens proberen. Gesurfd, vandaag gesurfd. Het is een goeie dag. Nu nog in de jacuzzi. Oh, het leven is zo mooi. Jij in de jacuzzi. Hoeveel jaren zijn we vrienden? Hey, wat is dat? Dat is al sinds 2006, 2007. Ik zou eigenlijk graag als eerste foto samen melden. Oké, de oudste foto die ik zelf kan terugvinden, ga ik hier nu posten. Maar ik was dus al bevriend met Maarten voordat hij een jacuzzi had en voordat hij een pizza oven had. Echt, hoeveel chance heb ik dat ik mijn vriendschap in u geïnvesteerd heb?